A long time ago came a man on a track. In feite zijn alle optredens leuk om terug te kijken. Maar wat ik altijd heel bijzonder vind, is een optreden in mijn eigen woonplaats, Venray. En dat is ook altijd extra spannend, omdat er familie en veel bekenden komen. Room Like That is een band bestaande uit 7 personen. Die zo goed mogelijk Dire Straits probeert na te spelen. En dat doen we in alle theaters van Nederland. We zijn begonnen in 2014. En dat was op de verjaardag van mijn dochter. Waar ik mijn neefje tegenkwam die bas speelde. En zo zijn we uit het niets begonnen. Op dit moment doen we de show Once Upon a Time. En met Once Upon a Time gaan we het verhaal vertellen van Dire Straits. Met behulp van de studioalbums. Dus alle studioalbums passeren de revue. En van elk studioalbum maken we ongeveer een kwartier muziek. Kenmerkend aan de muziek van Dire Straits is toch wel het mooie van vroeger. Ik ben zelf opgegroeid met de muziek van Dire Straits. Ik heb er heel veel naar mogen luisteren. En nog steeds als ik On Every Street draai, wat mijn eerste plaatje was, dan ruik ik weer de huiskamer van vroeger. En dan hoor je die saxofoonsolo's er tussendoor. Ik heb altijd gedroomd om dat te kunnen spelen. En nu sta ik hier. Het meest bijzondere liedje voor mij om te spelen is toch wel Telegraph Road. Telegraph Road vertelt van een prachtig verhaal. Dus instrumentaal is het een ontzettend mooi nummer. En ja, het brengt je mee. De sfeer is niet iets wat je ziet, want mensen zijn aan het kijken. En sommigen zitten met armen over elkaar, sommigen zitten met de ogen dicht. Maar je merkt gewoon aan alles dat men daar zit en weer teruggenomen wordt in die tijd. De toekomst voor ons is hopelijk weer in heel veel theaterspelen, want dat is het liefst wat we doen. Wij zitten niet te wachten op een Ziggo Dome of hele grote festivals. We willen gewoon lekker intiem in theaters waar mensen komen die ook echt van Dire Straits muziek houden. En ook mensen die inmiddels fan van ons geworden zijn.